U herkent hem vast niet, rechts in beeld. Toen nog met passagier Johan van der Kaap. Zijspancoureur Egbert Streuer maakte in 1979 voor meer dan 100.000 toeschouwers zijn debuut en werd zesde. En op dat circuit in 1984 voor 6,5 miljoen gulden ingekort tot ruim 6 kilometer, wilde Egbert Streuer samen met Bernard Snieders eindelijk wel eens zijn zin krijgen. Na drie wereldtitels op rij in 84, 85 en 86 moest hij zijn as een keer gaan winnen. Het winnen van de Grand Prix van Nederland heeft er vaak in gezeten al die jaren lang. Maar dat is nooit gelukt. Iedere keer was er iets waardoor het net niet doorging. Meestal reden we wel al ver op kop en... Ja, een keer een ontstekingsdefect en een keer remblokken die helemaal versleten waren. En zo is het iedere keer een derde of een tweede plaats geworden. Maar in 87 was het raak. Ondanks de regen bleef iedereen op zijn plaats zitten, want het was zover. Egbert Streuer won bijna in zijn achtertuin op het circuit van Drenthe de Grand Prix van Nederland. En Wil Hartog Silvervloot van 1977 werd veranderd in Olé, Olé. Als Nederlander winnen in Assen, dat is wat. Hartog zei het al. En Streuer? Het is een heel prettig gevoel. Alles valt van je af en je hebt eigenlijk nergens iets mee te maken. Alles gaat dan vanzelf. En zelfs het lopende gaat gewoon op een andere manier. Net of het gestuurd is. En even...